En wat betekent appraisal? Moeten we niet alleen laten aan die bedrijven. Als we bijvoorbeeld zeggen van, we komen pas met appraisal in 2030 of 2035, dat gebeurt met ons. Olie is van ons. Wij kunnen ook bepalen. Ja, en natuurlijk hebben zij geïnvesteerd daarin. Maar we moeten meer op tafel slaan om het sneller te doen. Ja, toch, want pas wanneer dat is gedaan, kunnen we zeggen van, oké, we kunnen profiteren. Mm-hmm. Maar als die man zegt van, oké, is olie daar? En je weet het wat er gebeurt na een aantal jaren. Is er bijna olie niet meer nodig. Dan zitten we daarmee. Dan heb je olie niet meer. Nu moeten we genieten van de natuurlijke bron van ons. Hoe gaat de discussie met de president hierover? Dus, ik wil geen discussie hierover. Gezonde discussie bedoel ik. De president is daarmee bezig. En staatsolie is in charge om dat te doen. En ze zijn haastig om een aantal dingen te finaliseren. En ik denk dat de president ook denkt in die richting. Hij begrijpt het ook dat we niet kunnen wachten tot einde dienst. Ja? Dus Suriname moet ook een bepaalde druk zetten om met die mensen te praten van, we willen eerder. Dus dat is het. Oké, laatste vraag.